Stipt op tijd kwam het Japanse gezelschap aan bij het kantoor van Innexus in Zwolle. Met veel buigen en knikken begroet men elkaar. En zo is het aanbieden van een visitekaartje een ritueel op zich. So, shall we go to the room? Okay, fine. Yeah? De groep kreeg in Zwolle een uitgebreide voorlichting over hoe Innexus nadenkt over het gebruik van slimme energie. Alles werd door de bezoekers opgeschreven en het was lastig om te peilen wat ze er nou precies van vonden. Die houding veranderde toen het smart charging systeem van de elektrische auto's die buiten stonden werden bekeken. 240 km per hour. 200. De fototoestellen kwamen weer massaal tevoorschijn en er moest natuurlijk ook even in onze demo lotus worden gezeten. Yes, I thought. America is ahead of you, but in fact, I found that you are ahead of them. You are ahead of the US. Can you give me an example? Smart. They are talking about the smart grid, very loud voice. But in fact, you are doing. And how are these things developing in Japan? Oh, I'm sorry, now we are late behind. We were just beginning to think of this. Okay. Het laatste onderdeel van het programma was een bezoek aan de testruimte, waar alle meet- en regelapparatuur staat opgesteld voor het smart grid systeem. Projectleider Joris Knigge is verbaasd dat zo'n high-tech land juist hiervoor naar Innexus komt. Ja, nou dat is een vraag waar we eigenlijk zelf ook nog niet echt goed het antwoord op hebben. Het is wel zo dat we te horen hebben gekregen dat we gevonden zijn door de Japanse delegatie op het internet. Dus blijkbaar maken we goed bekend waar we mee bezig zijn. We zijn op dit moment druk bezig om in ieder geval de smart grid pilots in Breda en Zwolle voor te bereiden voor de uitrol in het najaar van dit jaar. Wanneer smart grid volledig uitgerold gaat worden in Nederland, dat blijft niet alleen een vraag voor Innexus, maar eigenlijk ook voor de Nederlandse maatschappij. Dus daar zijn wij niet alleen in controle om die beslissing te kunnen nemen. Ook andere partijen en organisaties in Nederland hebben daar wat over te zeggen. De delegatie was tevreden over het bezoek aan Innexus en vertrok naar Parijs, waar ze 6 uur later een volgend bezoek moesten afleggen.